Hanne Merkelbach, we zijn vandaag in Zonhoven. Genk heeft geoefend, KRC Genk Ladies ondertussen, tegen PSV Eindhoven. Hoe liep het vandaag? Ik denk dat het vandaag vrij goed loopt. Of ja, het is onze tweede wedstrijd, dus het is sowieso inkomen, zeker zo'n tegenstander. Ja. Ik denk dat dit voor ons een serieuze oefenwedstrijd is, een van de betere. En ik denk tegen, als je kijkt over tegenstander is, dat we tevreden mogen zijn. Eind vorig seizoen heb jij nog een pak doelpunten gemaakt in die play-offs. Wat is de verwachting voor dit seizoen? De verwachting voor mezelf is eerst proberen erin te komen. En ja, dan stilletjes aan weer goaltjes maken en zoveel mogelijk maken. Ja. De concurrentie wordt wel groot, want er zijn een aantal nieuwe mensen. Silke Kaleeuw kwam van PSV. Gwen Duisters kwam van Lowell, Lien Mermans van Lierse, Silke Leijnen ook. Is dat een probleem of vormt dat geen probleem in de ploeg? Dat is zeker geen probleem, eerder een versterking. Ja. Ik denk dat we heel blij mogen zijn met welke transfers we op het einde nog hebben kunnen maken. Dus ik denk dat dat zeker geen probleem is, maar een versterking. Ja. Jullie beginnen in de Super League tegen Anderlecht. Die ploeg heeft jullie uitgeschakeld in de beker vorig jaar. Wordt dat een revanchewedstrijd, de eerste wedstrijd dan? Ik hoop het wel. Ik hoop dat we van het begin erin vliegen en dus laten zien wie KRC is. En ja. Ik denk dat dat wel moet lukken. En met evenveel toeschouwers als vorig jaar, vorig seizoen? Dan denk ik dat we schrappen wat op Facebook moeten gaan delen. Maar nee, zoveel nooit. Maar ik hoop dat er toch stilletjes aan meer en meer komen. En dan komt het wel. Oké, dankjewel. Veel succes. Graag gedaan.